Ik ben Maurice Toevenbelt. Ik heb een eigen bedrijf dat promotionele artikelen maakt en produceert in China. En we verkopen dat via een groot netwerk in Europa en Amerika. Nou, Linda Krombach was mijn redacteur. Die kreeg ik via een andere schrijfster, Mireille van Hout. En die zei, nou, ik ken wel een redacteur. Dat wilden we ook, echt een redacteur. Dus we wilden wel onze eigen uitgever zijn, maar... Je ziet ook wel van alle mensen die geen redacteur hebben genomen, dat die krijgen er behoorlijk van langs. Dus ik beschreef dingen over het restaurant waar ik in zat. Had ze gewoon een streep. Het gaat om Sam, zei ze dan. Maar het was eigenlijk veel dikker. Maar een redacteur, ja, dat is wel belangrijk. Moet wel goed zijn en een plot. En het plot moet goed zijn. Als je die rust niet hebt, dan kan je niet schrijven. En die rust had ik nu, omdat ik waarschijnlijk 40 plus ben en de zaakjes op orde. En toen ik eenmaal ging zitten, toen ging het eigenlijk vrij vlot. En een bestseller, ja, natuurlijk, dat zou leuk zijn, maar we zijn meer bezig met nu met alles nog eromheen. Met de boekenwereld, dat is ook nog een beetje een commercie snel een vies woord is. En wij dachten, nou, we gaan het toch gewoon eens proberen. Dus, en ik heb ook bedacht, dat beschrijf ik in het boek dat er een hoofdpersoon is die dat zo op de markt wil zetten. Dus het boek gaat eigenlijk over wat nu ook daadwerkelijk plaatsvindt. Dus er hingen overal posters in de stad. De lancering van het boek was groot in de garage met allemaal blogsters en succesvolle dames in mooie sportwagens, zoals in het boek, want dan val je op. De app die we ontwikkeld hebben, de samenwerking met de voedselbank, dus gaat ook iets naar een goed doel. Er hoort dus ook een fles rosé bij en we hebben er allemaal premiums bij gedaan om allemaal het boek zo groot mogelijk in de markt te zetten. Dus eigenlijk hoe de hoofdpersoon dat in het boek ook wil doen. Of het hem dat gaat lukken, dat moet je lezen in het boek. Nou, als ik hele erge kritieken krijg van de kenners, zou ik er denk ik wel mee gaan stoppen, ja. Want ik wil wel, ik ben niet, ik doe geen dingen die niemand leuk vindt. Maar als het nou blijkt dat de recensenten wel negatief zijn, net zoals 50 Tinten Grijs trouwens, maar het publiek het wel heel graag leest en eindelijk denkt, nou, eindelijk zo'n boek wat je niet meteen weglegt, want dat is bij de meeste boeken zo, bij de meeste mensen. En dan wordt het door de recensent heel erg bejubeld, maar dan vinden de lezers het niet interessant, omdat ze het gewoon te moeilijk vinden of wegleggen, te zwaar. Dus dan, als het publiek wel goed kiest, maar de recensent negatief, dan ga ik wel door. Maar goed, dat moeten we maar zien en afwachten. Het is wel heel spannend, vind ik. Maar het moeilijke is ook natuurlijk dat is met elk succesvol product wat je op de markt zet, of elk product wat je op de markt zet dat je wil dat succes wordt. Wanneer wordt het een succes? Hè? Is dat bij 5000 of bij 10.000 of bij 20.000 stuks? We hebben 5000 moeten we verkopen om break-even te zijn. Dus dan zijn we die investering van €60.000, dus dacht ik, zijn we dan €50.000, die zijn we dan, die hebben we dan terug. Daar heb ik nooit de ambitie gehad en nog steeds niet van dat boekenbal is mijn eind, zeg maar. Dat wil ik helemaal niet. Maar wat ik wel wil is dat het boek goed verkoopt. Daar ben ik wel eerlijk in. Het lijkt mij de boost die je daarvan krijgt, dat je ziet als je in een vliegtuig bijvoorbeeld zit, dat mensen jouw boek lezen. Dat lijkt me wel, en veel mensen dan, dat lijkt me wel heel erg leuk.